Nou, even een vlogje over mijn voortgang. Het afvallen is een beetje gestopt. Sporten gaat goed. Eten gaat ook goed. Misschien dat ik wel te veel buiten de deur eet. Maar ja, dat is een van mijn grootste hobby's. Ik ben altijd in de stad. Voor de rest gaat het goed. Mijn gezondheid is goed. Ik voel me goed. Qua werk is het een beetje minder. Maar ja, dat zijn weer andere sores. Dag Peter. Het is eigenlijk nog niet eens zo lang geleden dat we elkaar gesproken hebben. En jij gaf ook aan dat je in een uitdagende tijd zit. Kun je daar wat over vertellen? Ja, mijn bedrijf die is nog niet echt van corona hersteld, zeg maar. Dus ik heb te weinig klanten nu. En waardoor ik ook te weinig inkomen heb. En waardoor ik veel stress heb, omdat ik laag inkomen heb. Mm-hmm. En ja, dat heeft natuurlijk ook effect op mijn hele... Ja, heeft op alles effect natuurlijk. Ja, zeker. Ook daar alle begrip voor. Hè? Als je heel veel zorgen maakt en heel veel stress hebt, dan gaat de focus gewoon daar naartoe. En we weten ook als we heel veel stress hebben, dat we bepaalde stofjes aanmaken die er alleen maar voor zorgen dat het ook wat lastiger is om sowieso gewicht te verliezen, maar ook die gezonde levensstijl. Dus ja, dat heeft heel veel invloed. En daarnaast hebben we samen ook nog een mooi inzicht voor jou te pakken gekregen. Dat vind ik ook belangrijk om te vertellen. Dat veel mensen het idee kunnen hebben dat jij... Hij gaat hieruit eten, hij gaat daaruit eten en hij neemt het niet serieus. Maar het gaat bij jou ook niet alleen maar over het eten. Nou, ik zit hier lekker te eten. Het is natuurlijk beter om thuis te koken. Maar ik eet hier voor drie gangen menu voor 5 euro. Dus aan de kosten ligt het niet. En ze kunnen goed koken hier. Dus, en gezellig is het. Ik zit hier met goed gezelschap. Wat veel mensen zich niet realiseren is, jij woont alleen. Dus het eten en gezellig een drankje doen is veel meer dan het innemen van voedsel. Want dat heeft ook met jouw sociale contacten te maken. Ik heb natuurlijk geen gezinssituatie. Ik leef alleen, ik woon alleen, ik ben alleenstaand. En ik spreek veel af met mensen omdat ik dat, dat is zeg maar mijn leven. Ja, en dat is ook gewoon heel realistisch. En het is ook helemaal niet gek dat die behoefte daar zo is. En ik ben ook super blij dat je bijvoorbeeld salsa dansen zo leuk vindt. Ja. En dat maakt het voor jou dan ook wel extra uitdagend, gezien deze omstandigheden, om het dan vast te pakken. En toch heb ik bewondering voor iets waarvan jij eerst dacht, nou, dat zie ik dus echt helemaal niet zitten. En dan ga ik terug met jou naar het gesprek met Bob. En toen hadden we het over cycling. We zijn bij Rose Cycle Studios. Ik ben net 3 kwartier even gefietst. Lekker op de muziek. Goede tip van... Bob, ik had het iedereen aanraden. Bob zei, ja, ga maar spinnen. Maar ik had geen idee, want wij hebben geen spinning bij mij op de sportschool. Toen ben ik gaan zoeken en toen kwam ik Rose Cycle tegen. Mm-hmm. En dat had ik op Facebook gezien, dat fietsen op muziek. En toen ben ik gegaan. En ja, nu ben ik hartstikke verslaafd eraan. Ik vind het hartstikke leuk, vanochtend ook weer geweest. Ik hou natuurlijk van muziek. En als je dan kan sporten op muziek, ja, dat is echt iets voor mij. Dus ik heb het helemaal gevonden, zeg maar. Want ja, is ook zo, Peter. Als je iets moet doen wat je niet leuk vindt, ja, dan ga je het niet volhouden. En er kwam nog iets uit ons gesprek wat ik heel belangrijk vind. Wat ook heel veel mensen zich niet realiseren. En dat is het feit, nou, je hebt een lichte leververvetting. En dat krijg je dan te horen. Maar wat doet dat met je? Ik heb nog niet echt het idee dat dat heel ernstig is. Ik heb zoiets van, ja, dit is mijn levensstijl heeft dat opgeleverd. En gelukkig is het nog een lichte vervetting. Natuurlijk wil ik wel dat het beter wordt. Daar heb je ook gelijk in. Kijk, als je been breekt en het doet pijn en noem maar op, dan voel je ook de urgentie ervan. Maar van een leververvetting, in principe, heb jij daar geen last van. Het doet niet pijn, het is niet zichtbaar, je kunt het niet zien. En ik denk ook dat dat de reden is hoe het komt dat we daar meer aandacht voor willen. Omdat het er eigenlijk insluit. En op het moment dat je daar last van krijgt, of er is iets anders uit voortgekomen, dan is het vaak al in een stadium dat het echt wel volop aandacht verdient. Ja, precies. Nou, heb ik je ook beloofd van, weet je, laten we nou eens de focus afhalen van het gewicht verliezen en de buikomvang. Want dat is het gevolg van die andere levensstijl. En soms krijg jij het idee, en ik wil dat idee bij jou weghalen, dat daar onze focus op ligt. Wat ik veel belangrijker vind is hoe wij waarde kunnen toevoegen in jouw leven, op welke manier.
zodat je daar rust in vindt en stabiliteit, zodat je dadelijk ook als het ware meer vanzelf die levensstijl op kunt pakken. Dus wat ik met jou wil gaan doen is focussen op de ondersteuning, dadelijk even kijken zakelijk, natuurlijk wel het bewegen meekijken, de sociale aspecten. Dus dat we beginnen bij die basis en van daaruit doorwerken naar die levensstijl en dan is het uiteindelijke gevolg is dan het verlies van die buikomvang en van gewicht. Nou, Peter, om jou optimaal te kunnen ondersteunen, is het natuurlijk heel belangrijk dat jij aangeeft waar jij die ondersteuning in nodig hebt. En we hebben afgesproken dat we dat in één-op-één sessies doen, hè, dat we elkaar ook gaan ontmoeten. Geef mij nu eens aan waarin jij graag ondersteuning zou willen hebben. Ja, ik denk dat in die live sessies dan komen we ook veel dieper op de zaken in. En als je elkaar face-to-face spreekt, dan zit je gewoon op een heel ander level te communiceren. En dat we ook veel verder kunnen komen. Voel je jezelf ook meer op je gemak in een live één-op-één sessie als online? Want dat kan. Ja, zeker, zeker. En wat ik ook merkte, en dat waardeer ik ook, daar waar het online allemaal redelijk aan de oppervlakte blijft, durf jij in de één-op-één sessies veel meer te delen, hè, over Precies. dat wat je daadwerkelijk bezighoudt. En het is niet altijd leuk, hè, om naar een stukje pijn toe te gaan. Het is wel nodig om er doorheen te gaan. En als je daar dan ook bent geweest, dan kun je ook die volgende stap maken. Dus ik ben ook blij dat jij jezelf in de 1-op-1 sessies live veel meer kunt openen dan online. Want dan blijft het een beetje aan de oppervlakte. Dus ik denk dat dat inderdaad het beste werkt voor jou. De laatste periode gaan we ook heel anders inzetten. Het begin was heel turbulent. En nu beginnen we elkaar steeds meer te vinden. Daar kunnen wij ook optimaal waarde toevoegen. Dus ik kijk er naar uit om dat te doen voor en met jou, Peter. Dus ik wens jou een hele fijne avond en ik kijk zeker uit naar de volgende keer. Tot de volgende keer.